Hoi, ik ben Jorard en ik ga op onderzoek bij de Hartenkapgroep. Hier wonen en werken heel veel mensen. Maar wat is de Hartenkapgroep precies? Dat ga ik onderzoeken. Hoi Desiree, voor wie is de Hartenkapgroep? Nou, wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking. En zo kunnen we bijvoorbeeld hulp bieden bij wonen, werken, leren of een andere vorm van ondersteuning. We kunnen ook helpen als je heel veel zorg nodig hebt. Of als het heel ingewikkeld is. En we noemen dat intensieve en complexe zorg. En daar is de Hartenkampgroep heel goed in. Oké, top. Dankjewel. Hey Jordan. Kan ik hier komen wonen? Ja, dat zou wel kunnen. Maar we hebben nog 21 andere woonlocaties. De ene is met veel zorg voor mensen met bijvoorbeeld meervoudige beperking of gedragsproblemen. En de ander met veel meer zelfstandigheid. En als je liever ergens anders wil wonen, dan kan dat ook. Je kan ook thuisbegeleiding krijgen. Dan ga ik me lekker laten verzorgen hier ook. Dat zou je wel willen, hè? Maar we vinden het ook belangrijk dat je werkt of dagbesteding hebt. Misschien moet je dat ook even onderzoeken. Nou, dat ga ik dan doen. De groeten. Hoi, waar zijn we nu? We zijn nu bij de taartenmakerij. Een van de vele werkplekken van de Hartenkampgroep. Werken kan hier op verschillende manieren. Dagbesteding, betaald werk, vrijwilligerswerk, maar ook fulltime of parttime. Noem het maar op, alles is hier mogelijk. Het enige wat wij belangrijk vinden, is dat jij werk vindt wat bij je past en waar je blij van wordt. Gaaf, maar kan ik ook bij jullie leren? Zeker, en daar kan Sabine je wat meer over vertellen. Sabine, waar ben je dan? Hier ben ik. Hoi. Hoi Joran, wil jij weten wat je bij de Hartenkampgroep kunt leren? Ja, graag. Nou, we hebben het loopbaancentrum. Zij helpen je bij het vinden van werk dat je graag wilt doen. Dan leer je werken in bijvoorbeeld een winkel. En we hebben nog veel meer. Een cursuscentrum met alle toffe cursussen. De Hartenkampgroep Academie waar medewerkers kunnen blijven leren. En we hebben een kindcentra. Krijgen kinderen begeleiding en behandeling en leren ze een beetje zoals in school? Dat is veel. Nu weet ik alles wel, denk ik. Nee Joran, nog één belangrijk blokje te gaan. Ondersteunen. Hoi Roos, wat is ondersteuning? Dat betekent dat we je helpen om zo fijn en zo zelfstandig mogelijk te leven. En we hebben hier een sportclub, een muziekclub, een soos. Maar je kan ook bij ons logeren, zodat jij of je ouders even tot rust kunnen komen. Sowieso betrekken we familieleden en vrijwilligers bij onze zorg. Zij zijn super belangrijk. We hebben ook allemaal mensen bij ons werken die je kunnen helpen met moeilijke dingen. Moeilijke dingen? Ja, dat zijn bijvoorbeeld dingen bij het omgaan met geld, of bij problemen aan je lichaam. Of als je je misschien heel erg druk maakt, dan kan je met een psycholoog praten. Dat is wel heel fijn om te weten. Dus dit is de Hartenkampgroep in het kort. En dit was mijn onderzoek. Bedankt voor het kijken.